Hoi, en leuk dat jij naar een nieuwe vlog. Het is vandaag 22 juli en het is nu 10 over 12. En ik ben al een tijdje wakker. Ik zit nu heel even op YouTube te kijken of ik nog wat leuke vlogs kan kijken die ik leuk vind. En ik zie er gelijk 3 onder elkaar staan. Die van Nanne, die van Jill en die van Masha. Dus die ga ik eerst alle 3 even kijken. Dan moet ik de keuken heel even opruimen. En ik heb net ontbeten. Een broodje met pindakaas. En ik zit hier nog met mijn Starbucks beker. Het is nu... Buiten is het best wel een beetje bewolkt. Ja, het weer valt heel erg mee. Kijk, als je kijkt zeg maar naar buiten. Het is gewoon heel erg weer. En ik heb gisteravond heb ik de vlogs zitten bewerken van gisteren. Van de vlog van gisteren heb ik zitten bewerken gisteravond. En ik kwam tot mijn verbazing dat de vlogs boven de 10 minuten komen altijd. Behalve eentje. En dat is die ene zaterdag video. Die komt op 7 minuten. Maar hopelijk vind je dat ook niet heel erg. Laat ook even weten in de comments hoeveel minuten jij de video's wil hebben. Want dan kan ik daar mee aan de slag. Ik zit nu op de 245 abonnees. En dat vind ik leuk, dus dat is weer chill. Oké, de eerste vlog duurde 21 minuten. De tweede vlog 7 minuten 50. De derde vlog 10 minuten 9 seconden. De vierde 12 minuten en 26 seconden. De vijfde vlog 12 minuten en 33 seconden. En de shopblog staat ook al online. De mega shopblog met Cindy. En op de achtergrond horen jullie een beetje muziek. Maar ja, ik ga verder werken aan mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie zo weer. Ik ga dus lekker in bad. Het is nu 2:05 geweest. Ik heb de keuken opgeruimd. En je hoort op de achtergrond muziek. Ik ga lekker naar boven. Want ik ga lekker in bad zitten. En daar heb ik wel zin in. Even relax. Kijk, het weer is in ieder geval wel al wat opgeklaarder. Dat is wel chill. Het zwembad hebben wij eigenlijk een soort van leeg laten lopen. Omdat we er toch niet zoveel in zitten. Auw. Dus ja, ik ga lekker naar boven en dan zie ik jullie zo weer. Ik heb dus nu dat hemdje aangetrokken die ik heb gekocht voor in de shopblog. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Kijk, dit hoort dan zeg maar gewoon zo, omdat ik dit even opgerold. Kijk, zo hoort hij gewoon te zitten. Maar dit is maatje XL. Extra lang en op zich met een leuk... Ja, hij was maar 5 euro, weet je wel. En ik denk van ja, weet je, als ik hem nu zeg maar koop... Ik ga hem even inzoomen voor jullie. Kijk, scherp staan. Kijk, zo ziet het er dan uit. Weet je wel, maar ik weet niet. Het is ook wel too much for me, denk ik. Dus ik weet echt niet wat ik hiervan moet vinden. Ik ga even kijken wat mijn moeder hiervan vindt. Of misschien breng ik hem terug. Of misschien haal ik hem en maak ik mijn moeder er blij mee. Want hij zit echt super strak hier. Maar in de winkel. Ik had hem gepast in de winkel. En toen zat hij perfect. En nu... Ik weet niet. Want, en kijk, als ik hem nou zeg maar zo doe... Dan is het gewoon een hemdje, zeg maar. Nou, ik ga eerst even kijken wat mijn moeder hiervan vindt. Of die hem niet te strak vindt. Want kijk. Ik doe ook de hele tijd zo een beetje aan het trekken dat hij wat wijder wordt. Maar dat werkt helemaal niet. Dus ik zit er heel erg over na te denken om deze sowieso wel terug te brengen. Hoe leuk die ook is. Maar als ik hem niet draag, weet je. Dan is hij 5 euro. Dan heb ik echt 5 euro verspild. Dus ik denk dat ik deze terug ga brengen. Eerst een vraag wat mijn moeder ervan vindt. Het is 4:30 en ik heb net heerlijk gewerkt op de computer. En ik heb niet zoveel gefilmd vandaag, maar ik zit nu... Waar is de zon? Oh, daar. Daar is de zon. Ik zit lekker in het zonnetje te chillen in mijn hemdje van de Cool Cat die ik gisteren heb gekocht. Ik heb mijn zonnebril op gedaan. Het is nu 4:30 en ik heb gewoon zo ontzettend de neiging om mijn oogjes dicht te doen en lekker even een uurtje of zo slapen. Want ik ben best wel een beetje moe. Het zwembad ziet er zo uit. We hebben het een beetje leeg laten lopen omdat
we gaan er toch niet in zwemmen en we gaan binnenkort op vakantie, dus weet dat? Ja, we hebben het zwembad even leeg gelaten. Waar ik wel vrolijk van word, al die bloemetjes hier om me heen en ja, het valt mee met hoe het warm het is. Er staat wel een windje, maar ik kan wel rustig gewoon in de zon chillen. Morgen heb ik ook wel een drukke dag eigenlijk. Morgen komt Cindy naar mij toe. En dan gaan we de hele dag lekker chillen. En dan blijft ze waarschijnlijk in de avond. Maar dat is nog niet zeker, bij mij logeren. En dan vrijdag komt de allereerste vlog online. Dus daar ben ik wel een beetje zenuwachtig voor. Met hoeveel reacties er komen op die vlog. Want die vlog duurde wel 20 minuten. Bijna 21 minuten. En staat daar in de verte, staat er een caravan. Of weet ik wat dat is. Ik denk een caravan. Of nee, een caravan. Ik weet niet wat hij hier doet. Dus ik ben ook een beetje bang dat ik mijn hand op het geluid hou. Want dan gaat hij heel raar ruisen, zeg maar. Dus ja, vandaag wordt het een beetje weer een kletsvlog. Dat haar, joh. Ik ga binnenkort ook weer naar de kapper. Omdat het best wel beter is. Omdat ik na de zomervakantie, nadat. Nee, niet na de zomer, maar echt na. Dat ik naar Antwerpen ben geweest, ga ik naar de kapper. Omdat, kijk, dit is gewoon voor mij alweer te lang. En oh, het zonnetje schijnt echt lekker op mijn benen. Mijn benen zijn wel een beetje bruiner geworden in vergelijking met dit. En, ja, ik ga lekker van het zonnetje nog even genieten. En het is dan bijna alweer half zes. En, dus ja, ik zie jullie zo weer. Dus tot zo. En dan hebben we zes is Sander. Sander is typisch een geval van probeer het wel, maar het lukt niet. Qua de roosjes, ja. Kijk, de roosjes, je probeert door je roze wat interessant te zijn, weet je wel. Dan kom je, seriemoordenaar kom je nou helemaal veel. Nou, ik zit dus even op de computer en ik ben aan het skypen. Oh, huh? Wacht heel even. Je ziet haar niet eens. Schrijf zo. Ja, met Nissa ben ik aan het skypen weer na een hele lange tijd. Super gezellig. En ik heb mijn vlogs gekeken. Raking the Stars gekeken. En kijk dat hoofd hier. Hallo. En ja, ik ging net een koekje eten. Heel interessant dit koekje hier. En op een gegeven moment zat ik vol en had ik geen honger meer. En ja. Dus nu doe ik hem weer daar. Het is gewoon echt wel een beetje lekker weer buiten. Dus ik ga lekker skypen. En daarna ga ik lekker de vlog bewerken alvast een stukje. En dan zie ik jullie waarschijnlijk zo meteen nog. Dus tot zo. Tot zo. Nou, ik ben hier even op YouTube video's aan het kijken wat ik gisteren allemaal heb gemist. Omdat ik daar dus geen tijd meer voor had. Ik ben dus nu Rachel Kromdijk aan het kijken. En ondertussen ben ik nog steeds aan het skypen met Nissa. Super gezellig. En ik denk dat deze vlog echt super stom gaat worden. Ik zweer het. Morgen heb ik trouwens weer afgesproken met Cindy om lekker te gaan chillen. Wat we gaan doen en wat we gaan doen weet ik nog niet. Dat zien we wel. Maar sowieso staat hij weer een half uur te vroeg voor mijn deur. Want dat was gisteren ook zo. Toen hadden we om, hoe laat was het? Om 11 uur afgesproken. En ze stond al om 10:10 voor de deur. Ik denk, no. Oké, dat was het eigenlijk. Ja.
Eigenlijk het plan was dat Cindy morgen bij mij zou slapen, maar ze heeft morgen of vrijdag een afspraak. Dus dat gaat niet door. Maar we spreken natuurlijk morgen wel gewoon af. En dan vrijdag, I have no idea wat ik ga doen. En je ziet het allemaal wel in de vlogs van vrijdag, zaterdag en zondag. Wat ik ga doen. Nissa zit me nu echt een beetje aan te kijken of ze boos is. I have no idea what to do. What are you doing? Niks. Zeg eens hallo tegen mijn kijkers. Hoi. Ze vindt jullie heel lief hoor. Dus. En ik vind het echt heel erg leuk. Want ik ga zo meteen de vlog bewerken. En ik hoop echt dat hij boven de 5 of boven de 8 minuten is. Please hope it. Misschien lul ik nog wel even door. Ja, wat eigenlijk. Ik, over dat hemdje. Ik denk toch wel dat ik hem hou. Omdat het toch wel heel stoer staat. Om misschien een spijkerbroek of zo. Dit hemdje. En ja. Ik ben ondertussen een beetje mezelf aan het vloggen. Dus super chill. En dus ik kan kijken in het schermpje. Wat ik aan het doen zie op mijn schermpje. Dat is wel beter zo. Dus dat ga ik doen. En ondertussen word ik helemaal doodgestalkt op WhatsApp. Dus yep. Dus, wat mij ook opviel was dat ik best wel veel. De batterij was ineens weg of uit of whatever. Ik ben nog steeds aan het skypen met Nis. Super gezellig. En we zijn al meer dan een uur aan het skypen. Volgens mij nee, niet eens. Bijna drie. Ja, we hebben bijna een uur geskypt. En het licht is echt zo mooi hier in mijn kamer. Zo fel en shit. En ik denk dat ik de vlog ga afsluiten. Want dan kan ik nu. Of dat doe ik morgen. Morgen ga ik hem editen. En dan zie ik jullie morgen weer. Dus tot morgen. Doei doei. Doeg. Zeg het nog een keer doeg. Doeg. Doei.